Ja, het is nog steeds hartstikke feest hier in het winkelcentrum Lunette. We hebben al heel wat winkels gehad, maar degene die we nog niet gehad hebben is de Trekpleister. Ja, en wat heb je nou allemaal bij Trekpleister nodig? Dat is natuurlijk altijd de vraag. Misschien heb je wel een bloeddrukmeter nodig. Handig. Altijd handig om de bloeddruk te meten. Ik ben toch benieuwd wanneer we de eerste tegenkomen. Het voordeel tikt door bij Trekpleister. Kortom, heel veel voordeel. En wie is er niet gek op voordeel? Het enige is, ik moet wel iemand hebben die gewoon lekker aan het shoppen is. Want ik heb me echt een mega bedrag op die pinpas staan. En daar wil ik wel vanaf. Goedemiddag meneer. Hallo. Ik ben van het winkelcentrum Lunette en we bestaan 40 jaar. En ik mag vandaag mensen verrassen. Ik heb namelijk de pinpas van alle ondernemers meegekregen. En ik mag cadeautjes uitdelen. Dus ik mag u een cadeautje gaan geven. Dat is leuk toch, hè? Ja. We maken alleen een kort filmpje ervan voor de Facebookpagina. Maar u was hier een beetje aan het kijken. Maar wat had u eigenlijk nodig? Ja, ik ben een beetje aan het rondneuzen. Ja, dat is hartstikke goed rondneuzen. Ik ben per se voor wat speciaal gekomen, hoor. U kwam gewoon lekker binnen en u dacht even lekker rondneuzen. Ja, en waar gaat uw interesse naar uit? Ja, voor alles nog wat, hoor. Nou, weet u, we lopen gewoon even achter u aan. Kijkt u even door de winkel. En als u iets leuks ziet, dan laat het even mij zien. Dan zeg ik meenemen. En als u weer wat leuks laat het zien, zeg ik meenemen. Tot ik denk van, nou, nu heb ik wel genoeg uitgegeven. Zullen we dat doen? Gaan we dat maakt niet uit hoe hoog de prijs is. Ik ga dan gewoon zeggen, is goed. Dus u laat het zien. Ja, dan gaan we er gewoon, een soort spelletje van. U laat het zien. Ik zeg, is goed. Ja, is goed. Oké, nou, welke kant gaan we op? Ja, we gaan die kant op. Oké. De doucheproducten. Oh, dit is wel een leuk hoekje. Ja, dat is wel leuk. Ja, maar ja, het is niet de hoek waar ik... Frituurpan. Wat ik nodig heb, wat hier staat. Nou, dan gaan we naar de volgende hoek. Oké. Ja, weet je, als je het niet nodig hebt. Misschien een lekker luchtje, geurtje. Ja, ik wil eigenlijk naar dingen kijken, waspoeders. Waspoeders. Nou, kijk eens waar we staan. Daar staan de pots van Ariel. Daar staat de Robijn. Ja, maar dit soort gebruik ik niet. Gaan we door. Ook geen pots. Nee, gewoon poeder. Poeder, dat moeten ze hebben. Dat moeten ze hebben als ze dat niet hebben. Oh, ik zie het. Ik heb het gezien. Kijk, waspoeder. Tadaa. Omo, kijk eens. 80 wasbeurten. Kijk, dat is wel leuk natuurlijk. Ja, ik hoef niet per se naar de prijs te kijken. Nee, maar die krijg je gewoon. Die is zo. Die krijg je. Oké, dan neem ik deze. Ja, heb je toevallig ook een vaatwasser? Nee. Geen vaatwasser? Nee, vind je van die pots ook wel handig? Nee, vind ik normaliter. Je gebruikt alleen maar dat? Waspoeder, ja. En wasverzachter, gebruik je dat nog? Ja, die heb ik in voorraad thuis. Die heb je in voorraad, heb je niet nodig. Nee. Nou, weet je, dan vind ik dat we ook nog wat voor jezelf moeten doen. Dan doen we dat wasmiddel, maar waar zijn de... Ze hebben toch wel geurtjes hier ook? Ik denk dat we die kant op. We gaan even die kant op. We moeten toch richting de kassa. Weet jij waar ze staan, de geurtjes? Volgens mij moeten ze deze kant op. Deze, de geurtjes. Moeten we deze kant op? Ik zie daar alleen maar haarverf. De geurtjes. Een geurtje voor meneer. Nee, gewoon een aftershave? Bij de kassa. Bij de kassa. Achter de kassa. Nou, we gaan gewoon naar de kassa. Oh, kijk eens. Tandenborstels. Nee, dit soort tandenborstels gebruik ik niet. Ja. Je gebruikt gewoon zo'n ouderwets op. Ja, mijn dochter wel, hoor. Ja. Maar die heeft er eentje thuis. Nou, als er eentje één is genoeg. Dan gaan we gaan gewoon voor jezelf. We gaan voor het lekkere geurtje. Achter de kassa. Hier ook altijd lekker, joh, nog. Hop, zo, hè, een paar borrelnootjes erbij. Hallo, goedemiddag. Ja, medewerker, waar staan jullie geurtjes? Oh, kijk eens. Ik heb hier ook nog een, die zijn heel lekker, die zijn nu ook met korting zelfs. Met korting, en daarachter zie ik ook nog staan. Jazeker. En wat zijn de lekkerste voor de heren? De lekkerste? Als ik zou... Ja, als jij mocht kiezen, ja. Dan zou jij kiezen gaan voor... De Jo. Oh, de Jo. Oeh.
Mogen we hem even ruiken van jou? Ja. Ik ken hem, hij is echt lekker. Ja. Kijk eens. Ja, die ruikt wel goed, ja. Die ruikt wel goed? Ja. Gaan we die doen? Ja, oké. Doen we er een Joop bij? Nou, ja. Kijk eens. Nou, wat een feest, toch? Nou, zeg dat wel. Ja. Oké, okay, en dan hebben we nog de kruidnoten en... En de waspoeder. De waspoeder. Die mag je dan hier neerzetten. Deze mag je terugnemen. Ja. Even kijken wat het bedrag wordt. Het bedrag wordt €25,25. Nou, €25,25. Even kijken, waar is het pinapparaat? Volgens mij kan dat contactloos. Ja, dat kan. Ik ben akkoord. Mag ik het bonnetje meenemen? Ja, natuurlijk. Ja, dan mag u de rest meenemen. Oké, dat is prima. Ja, hartstikke mooi. En nog hartstikke bedankt. Nou, heel graag gedaan. Heel veel plezier ermee, hè? Oké. Wat een feest. Ik ben hartstikke blij mee. Nou, dat is fijn om te horen. Ja. En heel goed weekend, hè? Oké, u ook. Neem het allemaal lekker mee. Kijk eens even, de waspoeder, de kruidnoten. Nou, wat een verrassing. En het heerlijke geurtje. Voor de zaterdag. Ja. Veel plezier. Bedankt. Doei. Ah, en jullie stonden echt te wachten van, weet je, ik ben in een goede bui. Zal ik dat voor jullie ook allemaal cadeau geven? Omdat het feest is, je hebt een hartstikke mooi gesminkt. Doen we dat ook? Zet maar neer. Ik ga gewoon voor jullie dat betalen. En heeft je moeder helemaal niks? Of is het je moeder niet? Die heeft helemaal, oh, ze wordt een beetje verlegd. U heeft helemaal niks? Nee, wij kwamen voor de meiden wat halen. Voor deze manier. Oh. Om lekker te snoepen. En waar is mama helemaal gek van? Waar is mama helemaal gek van? Als je nou... Je hoeft niet na te denken. Je zegt van nou, ik loop hier binnen bij Trekpleister. Dat zou ik wel graag willen hebben. Ik wil wel zo'n chocoladereep dan. Oh, chocoladereep. Nou, weet je. Die krijg je van me. En ik pak er altijd gelijk een paar. Dat je gewoon zeg maar voor heel de... Kijk. Kan je even vooruit. Doen we er ook gewoon bij. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou. Doen we ook nog eventjes met de pinpas. Niet allemaal tegelijk opeten, hè? Nee. Dus dan doen we er eentje voor deze week, eentje voor volgende week en één voor die week erop. En wat vind jij heel erg lekker? Hou je van tiktakjes? Dat je denkt, nou, lekker een tiktakje? Ja. Ja, en dan de groene of de oranje? De oranje. Ja, dat dacht ik ook. Ik vind die groene ook heel sterk. Zo doen we er ook bij. Nou, heb je het hele jaar tik-tak, alsjeblieft. En dan moet je eigenlijk nog wel een bellen blazen, anders is het niet eerlijk, hè? Want die is natuurlijk zo op, zo. Zijn we zo blij? Hartstikke goed. Nou, dan gaan we met de pinpas aan de slag. €20,30. Nou, daar gaat hij. En hij is akkoord. Neem ik alleen de bon mee? Kunnen jullie lekker snoepen en bellen blazen. En heel fijn weekend, hè? Alsjeblieft, namens alle ondernemers. Dit is mijn bon. Top. En ik zou zeggen, fijn weekend. Doeg!